klachten. Ja, en daar ging de deurbel. En nog maar een keertje. Hallo, wie is daar? Hoi. Ah, deze stem, deze warme stem. Wil je, nog één keer doen? Hi. Kom binnen, Erik Kortom. Hey. Ja, de schuifdeur open. En dan door het gordijn. En dan kom je door nog een schuifdeur. En dan zie je. Kijk nou toch! Ja, kan je even omschrijven wat je ziet voor iedereen die luistert, Erik? Ik zie een overheerlijke kont van Sander Hoogendoorn op een fiets. En die van Bas Tietema daarnaast. En ze zijn aan het zweten. En ze, hallo allemaal, hoi. Hé, hey, jongen. Hoi. Hey, Basie. Erik, oh, hij is echt serieus bezig met... Hij is allemaal zeiknat ook. Hij heeft echt een enorme zweetkop en zweetrug. Uit 3fm.nl/Tietema trouwens, als je mee wilt fietsen. En dat is echt de moeite waard, want dan fiets je met een profrenner mee. En halen we geld op voor het Wereld Natuurfonds. Hé, hey, Kortoni, ik ga even... Je bent getest, alles. Zeker, ik ben vanmorgen ook al. Ja, hier, kom. Mijn grote vriend, wat fijn dat je er bent. Ga lekker daar zitten. Mijn zender is stuk. Ja, gooi die er maar. Als je daar gaat zitten, lekker, dan heb je een goede microfoon. En dan kan iedereen thuis je verstaan. Hallootjes. Hallo, kijk, het is heel fijn dat je er bent. Sowieso omdat je een fijne kerel bent. Maar als je het glazen huis zegt, zeg je ook gewoon Erik Kortom. Je hebt er nooit officieel ingezeten als DJ voor de hele week. Maar je bent wel het gezicht vaak geweest van de reizen, van de tussenstanden, van de eindstanden. Ja, je hoort bij het meubilair, ook al was je eventjes bij de kringloop. Even bij de kringloop geparkeerd. De grap is dat je zou denken... Je heeft natuurlijk een paar jaar een andere vorm gehad, deze actie. Ja, ja, ja. En toen vond ik het ook leuk. Maar nou, dit er weer staat... Ja, want hoe is het voor je om weer terug te zijn? Nee, het is grappig. Voor mij is het niet zo raar om weer terug te zijn. Maar het is zo grappig dat dit huis weer terug is. Het is alleen natuurlijk door de omstandigheden... was het leuk geweest als hier heel Amersfoort en de omgeving... in plaats van deze Black Mirror-achtige affaire die nu voor de deur staat. Ik vind het vooral s'avonds echt doodeng. Maar Johannes staat er ook. Kijk, Blauwzoen staat er. Oh, echt? Blauwzoen die komt zo meteen optreden. Die staat te zwaaien. Is het goed, hè? Maar dat is weer mooi. Alles komt samen. Daar wordt gefietst. Daar staat Blauwzoen te dansen. Wat trouwens een Amersfoort er is. Dus ja, erg trots. En jij komt binnen. Zometeen gaan we weer fijne platen draaien. Vanmorgen Giel en Ekdom ook nog in de uitzending. Ja, vanwege die prijs die daar staat. Dat gouden ding waar jij ook weer mee te maken hebt gehad toen de tijd. Zat je ook bij 3FM. De gestolen Marconi Award. Ja, uit 2010. Die is geveild voor iets van meer dan 2000 euro. 1530 was het geloof ik. Ik lag te slapen, dus jij weet het waarschijnlijk beter. Het is hier fucking warm trouwens. Heerlijk. Ja, dat is dus weer het idee van deze editie. We mogen niet eten, maar er moet wel gedanst en bewogen worden om het hier cool te krijgen. Want wij staan als metafoor hier als de aarde die opwarmt. Maar tenzij we met z'n allen wat doen, kunnen we hem cool houden. En daarvoor zijn we hier bezig. Ik heb iets voor je meegenomen. Een klein pakketje krijg ik. Een klein pakketje. Rood ingepakt. Ik scheur het open. Is het een vervroegd kerstcadeautje? Nou, ach. Ik kijk eens eventjes wat erin zit. Ach, dit is zo zoet. Dit is zo lief. Een heel klein rompertje met girafjes erop in het blauw. Ja, ik heb gisteren bekendgemaakt op de radio... en ik had het jou al iets eerder verteld, Kortoni. Want jij bent... we zijn aan elkaar verbonden ooit geraakt door That's Life. Ik werkte achter de schermen, jij als presentator. Zeker. En dat is 12 jaar geleden zoiets, man, dat we begonnen. En sindsdien zijn we een beetje radiofamilie geworden. Ja. En vrienden daarbuiten. En wat lief van je, dankjewel. En een heel lief knuffeltje met een duifje erop. Ja, een vredesduifje. Ja, dat is zo goed. Dan wil ik jou eigenlijk ook weer iets teruggeven. Je begon er eerder van deze week, begon je erover. Over al die planten hier in het glazen huis. Jij zag er eentje hangen boven de dansplaat daar. Ja, boven de dansplaat daar rechts achter, of van daar zo links achter in de hoek. Die vinden wij mooi, dus die wil ik graag kopen. Ja. En ik heb het een en ander eventjes... Zo kan dat? Nou, ja, dat kan. Oké. Okay. Ja. Cool! Yes! Dus dat is sowieso jouw donatie voor het Wereld Natuurfonds. Hoeveel levert die op? 50 van Diana en 50 van mij, dus 100. Zo! Diana is je vrouw voor de goede orde. Ja, ja, ja. Huppakee. 100 euro? 100 euro bij Dankjewel. Deze. Dankjewel. Die kwak ik zo in die bak. Wat lief. Nogmaals, wat fijn dat je er bent. En deze is wel meteen ook in de lijn van jouw muziekvoorkeur. Ach, wat fijn. Foo Fighters. Rope, aangevraagd door Madelief Bron. De hartstikke idee. Voor 10 euro... En dat houdt in dat er 15 vierkante meter regenwoud kan worden hersteld voor die 10 euro. Maak jezelf comfortabel, iets te drinken? Een watertje. Ja, een glaasje water. Dat is bloed heet natuurlijk. Ja, lijkt me ook. En natuurlijk fijne gitaren nu op de radio. Foo Fighters!